Als je dit tegen je hoofd krijgt terwijl je staat te pinnen 's avonds om 11:30 uur, dan geef je met liefde je pincode en je geld af. Ineens ging mevrouw van 0 naar 100 en hief zij haar armen en sloeg zij mijn collega voor zijn hoofd. De luchtverkeersleiding van Schiphol begeleidt jaarlijks ruim 400.000 vluchten van en naar de luchthaven. Op de grond krijgen ruim 40 miljoen reizigers bij vertrek te maken met beveiligingspersoneel en de marechaussee. Als je naar Nederland toereist, komt daar nog een partij bij. En op het moment dat je dan terugkomt, kom je ook weer langs de immigratie, de marechaussee. En daarna kom je pas bij ons, bij de douane. Wij hebben niets te doen met uw water of uw handbagage als u gaat vliegen. Maar wij zijn echt van de goederen op het moment dat u Nederland binnenkomt. In deze aflevering van Handhavers lopen we een dag mee met douaniers Niels en Jan. We zijn nu onderweg naar aankomsthal 3 op Schiphol. Daar komen de meeste internationale vluchten van wat verder weg komen daar aan. Hier komen de koffers inderdaad vanuit de bagagekelder, worden ze gelost hier. En de passagier haalt ze op en mijn werk begint eigenlijk pas bij de borden goods to declare of nothing to declare. Where do you come from now? Paris. En your starting point was? Delhi. Daar wordt de mensen aangesproken en daar wordt de koffer ook ingekeken. Okay, I want to take a look inside your suitcase. Come with me, please. Je neemt goederen mee wat boven de €430 is. Dan dienen mensen dit bij ons aan te geven. Want wij hebben hier twee kanalen, het groene kanaal en het rode kanaal. En als je door het groene kanaal loopt, dan geef je eigenlijk aan dat je niks aan te geven hebt. En als je door het rode kanaal loopt, dan hoeven wij alleen, zou ik maar zeggen, belasting te innen. Maar als je door het groene kanaal loopt en je hebt iets bij je wat boven de €430 is en je hebt het dus niet aangegeven, dan komt daar dus ook nog een boete bovenop. Nou, als ik het zo moet inschatten, dan denk ik dat het een soort van speelgoed dingetje is waarmee je denk ik een beetje geluid mee kan maken. Of een kistje. Maar ik ga het nog even vragen aan de meneer. Sir, I have a question. What's in the... Chest. A chest? Oh, it's a chest play. Oké, ja. Een spelletje, dus ik zat wel redelijk... in de buurt. Door de jaren heen hebben de mannen het nodige voorbij zien komen en weten ze waar ze op moeten letten en welke passagiers ze in de gaten moeten houden. Wij zoeken naar aparte dingen, dingen die afwijken. Zoals? En zoals bijvoorbeeld zenuwachtig gedrag, heel erg zweten, kijken wat hebben mensen aan. Dat is een indicatie voor ons om te gaan kijken, heb je misschien nog meer mee in je koffer? Elke dag is anders. En ook elke koffer is anders, elke passagier is anders. Mensen komen van over de hele wereld, dus je weet nooit wat je kan verwachten. En dat is hetgene wat het spannend maakt. Want hoe lang zijn jullie weg geweest? 14 dagen. 14 dagen. En wat was de reden van de reis? Vakantie. Vakantie. Wij vinden wapens, wij vinden geneesmiddelen. Goud, geld, dure horloges. En ik heb ooit een keer een meneer aangetroffen die had levende vogeltjes onder zijn shirt. Dus je hoorde iets piepen? Ja, vanuit het vliegtuig kregen we de tip dat er een meneer zat met allemaal gepiep onder zijn shirt. Nee. En, ja, en die had gewoon losse vogeltjes onder zijn shirt. Ja. Ook vandaag wordt er iets aangetroffen bij een passagier dat Nederland niet in mag. Die persoon komt Nederland binnen met een zogenaamde risicovlucht. Wat inhoudt dat de kans groot is dat een koffercontrole iets gaat opleveren. We gaan nu weer terug naar aankomsthal 3. Op aankomsthal 3 daar staat nu een vlucht vanuit Turkije. En Turkije is voor ons een leuke vlucht omdat het een hele grote overstaplocatie is. Vanuit het Verre Oosten, China, Japan, maar ook uit Zuid-Afrika. Were you aware that you are not allowed to bring in meat? No. Any meat? Like here? Any animal product like cheese, yogurt, eggs and meat is not allowed to bring in because of the possible diseases and bacteria that are inside. So I'm sorry it has to stay here. Serious? Serious, yes. It's not allowed. Deze mevrouw komt uit Zuid-Afrika vandaan en in haar koffer heeft mevrouw een aantal stukken biltong, een lekkernij uit Zuid-Afrika. Maar helaas mag je vleeswaren, dierlijke producten, mag je niet meenemen van buiten de Europese Unie. Iemand die heel onschuldig een klein beetje vlees meeneemt voor persoonlijke consumptie of persoonlijk eten wat groente en fruit. Daar wordt in beslag genomen en daar mag men afstand voor doen. Dat houdt in dat het hier achterlaten, zij tekenen daarvoor en dan wordt het vernietigd. Daar volgt geen bekeuring of verdere vervolging voor. Waar deze mevrouw keurig meewerkt en afstand doet van haar goederen, maken Jan en Niels het ook regelmatig mee dat een eenvoudige controle zeer moeizaam verloopt.
Zeker. Soms dan kom je in situaties waarbij een passagier een beetje het gevoel heeft dat de hele wereld tegen die persoon is. En dat die persoon eigenlijk tijdens de controle alles gaat doen om ja, niet mee te werken of niet te willen mee te werken. Ons beledigt. En natuurlijk staan wij dat niet toe. In enkele gevallen slaat de vlam zelfs in de pan en gaat het verder dan beledigen. Dat gebeurde zeer recent nog toen een vrouwelijke passagier wel weigerde haar meegenomen etenswaar af te staan. Ineens ging mevrouw van 0 naar 100 en hief zij haar armen en sloeg zij mijn collega voor zijn hoofd. Ja, en, dat is een surreëel gezicht om te zien. Dat komt gelukkig niet heel vaak voor. Maar ja, dan moet je wel ingrijpen en dan moet je zo iemand dus inderdaad wel in bedwang houden en aanhouden en overdragen aan de marechaussee. De dames en heren van de douane maken dus het nodige mee. Alles wat er in koffers wordt aangetroffen dat vreemd, bijzonder of extreem is, dat wordt bewaard in een bijzonder kamertje op het douanekantoor. Dat klopt, wij hebben een kamertje en daar liggen een aantal producten die wij hier hebben gevonden. Beschermde diersoorten en plantensoorten. Mogen we even gaan kijken? Dat kan. Hier staan eigenlijk goederen die zonder vergunning niet mogen worden ingevoerd. Dit is een mooie collectie. Ja. Ik zie daar de voet van een olifant. Nee? Dit is een voet van een olifant inderdaad. Ja, een echte originele. Hij is echt. En deze hadden mensen als bloempot. Helaas. Maar je kunt je voorstellen als je dit meeneemt. Wat je daarmee kunt doen, als je dit tegen je hoofd krijgt terwijl je staat te pinnen s'avonds om 1:00 of 12. Dan geef je met liefde je pincode en je geld af. En daarom mag je dit soort dingen dus niet meenemen. Dit is gewoon een wetwapens munitieartikel. Ga je voor naar de marechaussee en krijg je een bekeuring en een aantekening op je strafblad. Maar voor de duidelijkheid, dit is een plastic model. Dit is een neppert. Dit is geen echte, nee. Tot slot heeft Niels voor iedereen die via Schiphol terugkeert van vakantie nog een tip. Als u al denkt dat u de vraag moet stellen, mag ik het meenemen? Twijfelt u wel en dat is vaak de beste raadgever om het niet mee te nemen.